Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. 2023 is tot nu toe een heel goed jaar voor beleggers, terwijl we in 2022 natuurlijk heel veel verkoopdruk hebben meegemaakt. Maar ik ben van mening dat 2022 misschien wel meer rendement gaat opleveren op de lange termijn dan 2023. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar daar gaan we het vandaag over hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de S&P 500 chart, dan zie je het natuurlijk al. 2023 is hartstikke sterk begonnen. En nou, begonnen, we zitten natuurlijk alweer bijna in augustus. Maar op dit moment is een year-to-date performance van ruim 17,5%. En dat komt dus na heel veel verkoopdruk in 2022. Want toen was er sprake van heel veel verkoopdruk. Op een bepaald moment was er zelfs sprake van een bear market. En stonden we 25-27% in het rood in 2022. Maar ik ben van mening dat 2022 op de lange termijn een beter effect gaat hebben op beleggers dan 2023, terwijl de rendement natuurlijk gigantisch verschilt. En dat heeft ermee te maken dat 2022 sinds een hele lange tijd echt een jaar was dat er heel veel verkoopdruk heeft plaatsgevonden. Want als we namelijk eventjes kijken naar het jaarlijks rendement van de S&P 500 sinds 1998, dan zie je natuurlijk dat er heel veel goede jaren tussen zitten, maar ook heel veel jaren met veel verkoopdruk. Maar als je vervolgens kijkt inderdaad naar 2022, is er dus een daling geweest van iets meer dan 18%. Maar als we vervolgens al die jaren ervoor kijken, zien we heel veel mooie jaren. Natuurlijk, er zit wel eens een jaar tussen dat het niet bijzonder is. Bijvoorbeeld in 2018 een daling van 4%. In 2015 was er sprake van een stijging van iets meer dan 1%. Maar echt veel verkoopdruk, dus echt paniek op de markt, dat heb je eigenlijk een hele lange tijd niet gezien. Want je moet helemaal terug naar 2008. En dat was natuurlijk het begin van de kredietcrisis. En toen was er een daling voor de S&P 500 in dat jaar van 37%. Vervolgens zien we ook in 2002 en 2001 ook heel veel verkoopdruk. En dat kwam door de dotcom crash. Dus heel veel beleggers die zijn begonnen in de laatste paar jaar, die hebben bijvoorbeeld zo'n jaar als 2022 niet meegemaakt. En in theorie klinkt het heel erg simpel. Als we dalen, dan blijf ik lekker kopen. Want dat houdt in dat ik tegen een lagere koers meer kan inslaan. Maar in de praktijk zie je dus dat heel veel beleggers helemaal geen ervaring hadden met dalende koersen en dachten, ja, hier ga ik niet voor beleggen, ik kap er lekker mee. Maar er is natuurlijk ook gewoon een grote groep beleggers die in 2022 inderdaad wel heeft doorgepakt en bepaalde ETF's of individuele aandelen heeft uitgebreid tegen lagere koersen om de gemiddelde aankoopkoers naar beneden te trekken. En zodoende in 2023 met dat mooie rendement voor S&P 500 daar maximaal van kan profiteren. Dus ook al is nu het rendement heel mooi in 2023, de echte klappers zijn gemaakt in 2022. En dan heb ik het niet alleen maar over de investeringen die je op dat moment hebt gedaan, maar vooral het omgaan met een dalende markt. En dat gebeurt dus om de zoveel tijd, maar we zagen dus de laatste jaren dat we een hele lange tijd gewoon constant omhoog gingen. Dus als je kijkt naar de jaarlijkse rendementen, was het allemaal wel stabiel. Natuurlijk een keertje een jaartje beter dan het jaartje ervoor, maar een echte gigantische daling zoals bijvoorbeeld 18%, dat hebben we een hele lange tijd niet meegemaakt. En ik denk dus op de lange termijn dat beleggers hier heel veel aan hebben. Maar dan heb ik het wel over de beleggers die zijn blijven doorgaan met beleggen. En zo werkt het natuurlijk in de beleggingswereld. Niet iedereen kan uiteindelijk winnen op de aandelenmarkt. Er moeten ook verliezers zijn om uiteindelijk de winnaars te kunnen aanwijzen. Dus dat er in 2022 heel veel beleggers zijn die tegen lage koersen hun portfolio definitief hebben verkocht en hebben besloten niks op te bouwen voor de financiële toekomst, dat is natuurlijk pijnlijk. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook een grote groep die daarvan kan profiteren. Want die hebben namelijk gebruik gemaakt van die verkoopdruk, gebruik gemaakt van die paniek en hebben tegen hele lage koersen dus ETF's en aandelen kunnen uitbreiden en kunnen daar dus nu maximaal van profiteren en op de lange termijn al helemaal. En maar waar beleggers nog meer van kunnen profiteren is de ervaring die ze hebben opgedaan in 2022. Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link voor 31 juli, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 augustus terug met een max van 100 euro. Ik zal in de beschrijving zo'n linkje achterlaten en als je besluit te reageren via het linkje maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen.
Goed, laten we de emotie bespreken, want dat is gewoon een hele belangrijke factor als we kijken naar de aandelenmarkt. Er zijn heel veel mensen die beginnen met beleggen en weten, oké, lange termijn is het enige wat telt. En mensen denken op dat moment klaar te zijn voor mogelijke fases van verkoopdruk. Dan wordt er inderdaad gedacht, oké, als we inderdaad omlaag gaan, dan blijf ik gewoon mijn ETF's of aandelen inslaan. Maar op het moment dat dat plaatsvindt, ontstaat de twijfel. Er zijn heel veel verhalen dat we alleen nog maar verder zakken, dat dit pas het begin is. En dan zie je dat heel veel mensen toch denken, ja, de emotie neemt de overhand, ik ervaar stress, laat maar. En die verkopen dan bijvoorbeeld op lage punten een portfolio tegen flink verlies en uiteindelijk zullen ze op de lange termijn niet veel opbouwen. En dan heb je natuurlijk al heel vaak deze chart erbij gepakt, dat is een soort van Wall Street cheat sheet, dan weet je precies wat er allemaal gaat gebeuren. En we hebben dit natuurlijk ook gezien in 2020 en 2021. In 2020 was er namelijk nog een jaarlijks rendement van 18,5%, ondanks de coronacrash in maart. In 2021 was er zelfs sprake van een stijging van bijna 29% voor de S&P 500. Dat is natuurlijk gigantisch, want je moet helemaal terug naar 2013 voor een beter resultaat. En vervolgens zie je dus dat die 28,71% in het andere jaren niet werd aangetikt. En dat is dus sinds 1998. Dus dat was een moment dat heel veel mensen veel geld verdienden. En om je heen hoor je dus dat ook met vrienden, kennissen, familie van, hey, wacht eens even, iedereen om me heen is aan het beleggen, iedereen is geld aan het verdienen en dan zie je dus dat er heel veel optimisme is. Je ziet dat heel veel mensen er echt in geloven dat dit echt het begin gaat zijn van heel veel geld verdienen. Mensen voelen op een gegeven moment ook een thrill, want ja, geld verdienen, dat is natuurlijk hartstikke mooi, al helemaal als je er tussen aanhalingstekens niks voor hoeft te doen. Mensen zijn euforisch, want ja, het gaat alleen maar goed en op een bepaald moment begint dan toch een keertje die verkoopdruk. Die cycle, die vindt plaats, we gaan niet alleen maar omhoog en vervolgens zie je dus dat er heel veel verschillende emoties bij komen kijken. Je ziet dat mensen angstig zijn, mensen die negeren het, en op een gegeven moment is er toch wel iets van paniek. Op een bepaald moment zijn de beleggers zelfs boos, dat ze echt denken van ja, waarom is dit nou gebeurd met de markt? Wie heeft deze markt geshort? Waarom is de overheid niet gaan instappen? Bijvoorbeeld in 2022, waarom hebben ze de rente verhoogd? Dat zorgt ervoor dat aandelen zakken. En dan zie je dus dat heel veel beleggers op een bepaald moment denken, ik ben er helemaal klaar mee. En vaak zie je dat de cycle op dat moment weer hervat wordt. Dus dat we op een gegeven moment weer een rally meemaken en dan kom je dus weer in de fase van disbelief, dat mensen het niet geloven. Dat zie je hier ook aan de linkerkant, dat mensen denken, ja wacht eens even, we zijn zo gigantisch hard gezakt, deze stijging die we nu meemaken, nee, dat gaat het niet worden. Dat is een dead cat bounce en voordat we weten zakken we nog veel verder weg. Dat zag ik bijvoorbeeld ook vaak in de comments rondom het einde van 2022. We hadden inderdaad een beetje stijging ingezet en heel veel beleggers gingen er eigenlijk vanuit, ja, we zorgen gewoon voor eventjes voor een lichte bounce. Maar vervolgens gaan we nog eens 15, 20, 25% verder onderuit. En vervolgens zie je dus dat die rally zich is blijven doortzetten. Met natuurlijk nu een year-to-date performance van ruim 17,5%. En zelfs sinds het lage punt van halverwege oktober tot het huidige level van bijna 30%. Dat is natuurlijk een gigantische stijging. En heel veel beleggers hebben die stijging dus niet meegemaakt. Omdat er op een bepaald moment de emotie de overhand heeft genomen. En daar is dus gewoon ervaring voor nodig. Want beleggers die net beginnen, die denken mogelijk van ik kan de markt timen, ik weet precies wat er gaat gebeuren en uiteindelijk denken ze, oh ja, dat is toch wel een beetje een lastig verhaal. Vandaar dat het helemaal geen kwaad kan dat 2022 tussen aanhalingstekens een slecht jaar was. Het was natuurlijk ook niet zo tijdens de dotcom crash of de kredietcrisis dat de S&P 500 40-50% onderuit ging, maar alsnog was er sprake van een daling op een gegeven moment van zo'n 27%. En daarvan leren kan je op de lange termijn heel veel rendement opleveren. En dan heb ik het dus over meer rendement dan bijvoorbeeld die 17% van 2023. Want als je 2022 hebt meegemaakt, je hebt tegen lagere punten bepaalde posities uitgebreid, dan zal de volgende crash op de aandelenmarkt een stukje makkelijker verlopen, want je hebt er namelijk al ervaring mee. En op de lange termijn beleggen, en dan hebben we het over 20, 30, 40 jaar, kan je er niet omheen dat je meerdere crashes gaat meemaken. Dus een crash in de beginjaren al meemaken, daar kan je maximaal van profiteren. Want als jij al 7, 8 jaar lang bezig bent en dan vindt pas de eerste crash plaats, dan kan het zomaar zijn dat je een groot deel van je vermogen inderdaad tegen hele lage koersen verkoopt en dat je stopt en dat je uiteindelijk denkt, als ik dit niet had gedaan, was het rendement op de lange termijn gigantisch geweest. Maar als je net begonnen bent met beleggen, je bent een jaartje bezig, misschien 2 jaartjes, en je maakt dan al je eerste crash mee, dan is dat beter dan inderdaad 8 jaar lang beleggen en dan pas ervaren hoe het is om te gaan beleggen in dalende markten.
Dus ik denk dat 2022 vooral een fantastisch jaar is voor beleggers die zijn doorgegaan. Want die hebben nu ervaring opgedaan met een crash, want het was natuurlijk niet een daling van een paar procent. Het ging inderdaad richting de 30%, dat is natuurlijk niet niks voor de S&P 500. Met daarbij heel veel individuele aandelen die 50, 60, 70 of zelfs 80% onderuit gingen. En dan is het best wel lastig om door te blijven gaan. Maar dat zijn dus wel de beleggers die in een jaartje tijd heel veel hebben geleerd en de komende jaren een stuk sterker staan als je kijkt naar emotionele beslissingen. Want emotie, dat blijft altijd een rol spelen, maar als je steeds langer in de aandelenmarkt zit, maak je steeds meer mee en maak je steeds bestandige keuzes. Want als we ook eventjes kijken naar Google Trends en we kijken naar Nederland naar de term beleggen in de laatste 5 jaar, zie je natuurlijk tijdens de coronacrash een gigantische piek, want op dat moment ging de S&P 500 met 30-35% onderuit in een maandje tijd. Vervolgens zagen we ook natuurlijk het hele GameStop verhaal. Heel veel aandelen gingen hartstikke hard omhoog, dus iedereen was bezig met beleggen. En vervolgens zag je dus begin 2022 de top voor de S&P 500. En sindsdien was er heel veel verkoopdruk door het inflatieprobleem, de stijgende rentes, etc. En vervolgens zie je dat beleggen steeds minder populair is geworden ten opzichte van 2020 en 2021. Dus er is een hele grote groep die is begonnen met beleggen in 2020 en 2021, die tegen hele lage punten alles hebben verkocht. En dat zijn dus de verliezers op de lange termijn, want die zullen waarschijnlijk ook niet zomaar weer beginnen met beleggen. Maar er is dus nu ook nog steeds een groep die is blijven beleggen, die hier dus maximaal van kan profiteren. En daar kunnen we dus niet omheen. Natuurlijk, het zal een heel mooi verhaal zijn dat op de lange termijn iedereen succesvol zal zijn met beleggen. Dat iedereen een gigantisch vermogen opbouwt, dat iedereen eerder kan stoppen met werken, een huisje erbij, een vakantiehuisje, etc. Noem maar op. Maar dat is niet realistisch. Je moet accepteren op de lange termijn dat er ook heel veel beleggers zijn die het eigenlijk niet in zich hebben om succesvol te worden op de aandelenmarkt. Maar daar kan je dus wel van profiteren. Het klinkt misschien een beetje cru dat je ten koste van een andere belegger maximaal kan profiteren, maar we kunnen er niet omheen, zo werkt het wel. Heel veel beleggers zullen op de lange termijn niet de mooie rendementen neerzetten, omdat ze simpelweg niet genoeg onderzoek hebben gedaan, de emotie niet onder controle kunnen hebben, niet kijken naar de lange termijn, want er is er dus ook een kleine groep die daar maximaal van kan profiteren. Vandaar dus ook de laatste jaren dat je ziet dat het gat tussen rijk en arm steeds groter begint te worden. En de komende jaren zal dat steeds groter worden, en dan is het natuurlijk taak om ervoor te zorgen, als je kijkt naar je persoonlijke situatie, dat je steeds vermogender begint te worden. En dan zo'n jaar als 2022 meemaken, kan daarin een hele belangrijke factor spelen. Want als jij bijvoorbeeld bent begonnen in oktober of begin 2023 met beleggen, dan is het natuurlijk wel makkelijk. We gaan lekker hard omhoog, je aandelen gaan lekker stijgen, je krijgt steeds meer geld op je aandelenportfolio. Maar de vraag is, kan je omgaan met verkoopdruk? En in 2022 heb je dus die test gehad en er zijn heel veel mensen daar niet voor geslaagd, maar de beleggers die dat wel voor elkaar hebben gekregen, die zullen dus op de lange termijn hier maximaal van profiteren. Vandaar dus dat ik denk dat 2022 een beter jaar is voor beleggers dan 2023. Voor nu kwam wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.